Een commandoeenheid is van plan helikopter te kapen vanaf een luchthaven in Nederland om hun leider Benhoef A te bevrijden, die momenteel vastzit in de gevangenis van Roermond voor zijn sleutelrol in executie van een lid van de rivaliserende groep buiten hotel in Antwerpen in 2012. Deze gebeurtenis wordt beschouwd als dé aanleiding voor de spiraal van geweld die volgt in het milieu. Omdat hij van op afstand de moord op Najib, die tot kamp van Cornet Marta behoort, in Antwerpen heeft gecoördineerd. Zijn gevangenschap belet hem echter niet om in contact te blijven met de buitenwereld, dankzij PGP-gecodeerde telefoons die zijn cel zijn binnengesmokkeld. In deze megazaak, genaamd 13 Marokkan, plant de man in kwestie onder andere de volgende liquidaties, dankzij de hulp van huurmoordenaars, bekend als tattoo killers, gerekruteerd in hetzelfde penitentiair centrum. De bende tattoo killers kreeg veel bekendheid na een mislukte moordaanslag op Marlon D. in 2009 in Amsterdam. Vier van de leden, waaronder de leider Cor P., werden voor deze zaak veroordeeld tot aanzienlijke gevangenisstraffen. In datzelfde jaar werden twee mensen, waaronder Boneka Belserang, koelbloedig vermoord vlak naast het pannenkoekenhuis. De verdenking ging toen uit naar een van de bendeleden, met als hoofdverdachte Onno Kuut, die uiteindelijk enkele weken later zelf werd geliquideerd. Zijn vroegere bendeleden worden ervan verdacht achter zijn dood te zitten, met als doel mogelijke onthullingen aan de verkeerde mensen te voorkomen. Dat is niet onlogisch, aangezien Boneka Etou's broer is en beide zijn opgegroeid in de buurt met Cornet Marta. Ze maakten deel uit van dezelfde jeugdgroep bekend als de Jongens van Zuid. Marta creëerde uiteindelijk zijn eigen team, dat in conflict kwam met de Hoes-organisatie. Etous is ondertussen een leider geworden van de Satudara Motorclub en heeft een grote invloed in Amsterdam. Hij deed ook jarenlang onderzoek naar de moord op zijn jongere broer Boneka. Het belangrijkste om te onthouden is dat Etous een nauwe bondgenoot is van Cornet Marta. Dus hij wordt beschouwd als een belangrijk doelwit in de ogen van de Hoes-clan. Anderzijds blijkt het onderzoek van de gecodeerde berichten dat de getatoeëerde bende op goede voet staat met Hoes. Binnenkort krijg ik nummer van die tattoo-killers. Ze gaan overal heen. Die zit nu met Ben. Top. Die waren altijd al goed met Karel. Men kan begrijpen dat de leden van de tattoo-killers vaak van de ene gevangenis naar de andere worden overgebracht, waardoor ze paden kruisen met andere leden van hun clan of met vijandelijke groepen. In dit geval lijkt het erop dat de zogenaamde Jeroen S. in dezelfde gevangenis terechtkwam als Ben Aouf. Een situatie die als gunstig wordt beoordeeld door Abdel Hamid, die verwijst naar een goede relatie tussen de tattoo-killers en de groep Hoes, ook bekend als Karel. Naar verluid zou Ben Aouf direct in de gevangenis een overeenkomst hebben gesloten met een van de getatoeëerde killers, om twee vijanden, Etous en Damascus, uit te schakelen, voor een totaalbedrag van €500.000. Dit bedrag lijkt hoog voor dit soort missie, maar Ben Aouf vertelde zijn vriend, bekend als Clown, dat het alle diensten omvat die nodig zijn om deze missie uit te voeren. Voor dit bedrag hoef je niks te doen. Alles wordt geregeld. Ben Aouf is vastbesloten zich te ontdoen van deze twee vijanden. Hij zegt tegen Clown dat hij de ernst van de situatie niet lijkt te beseffen. Hij legt hem uit dat hij naar Brussel ging voor een ontmoeting met Hoes en dat concurrerende team een baken onder zijn auto had geplaatst, waardoor Hoes zijn leven na de ontmoeting bijna ernstige schade opliep. Toen ik wegreed, reed een Audi-station achter me met Molukkers erin. Toen ze zagen dat ik alleen was, reden ze meteen terug om te kijken of die ander er nog was. Dus de clown is er nu van overtuigd dat ze direct geëlimineerd moeten worden. Ze vragen Barkie vooraf. Zijn die tattoo-gasten? Een voorschot van €100.000 moet worden betaald aan het getatoeëerde team. Clown geeft informatie door aan Omar en Abdelhamid ter bevestiging. Alles wordt geregeld. Alleen de betalen. Ja of nee? Even snel antwoord, AUB. Direct, bro! Ik zeg ja, maar kan één dag wachten op antwoord van Karel.
Er vindt een nieuw gesprek plaats tussen Clown en Benhoef over het soort mensen dat ze gevangenis bezoekt. Bro, deze bias waar ik zit? Alleen maar gekke killers, Asabi. Iedereen zit hier vermoord, hahaha. En ze hebben honger als de gek. Ah, gruwelijk. Dikke uitzendbureau, hoor. Ben ze aan het scouten, hahaha. Die hele team van die tattoo-gasten zijn ook met onze zorg al 2 jaar voor ze hier binnen. Je gaat zien, ouwe. Uiteindelijk maakt Omar Abdelhamid duidelijk dat hoofd van de tattoo-killers op een antwoord wacht. Zeg je eerlijk, heb wel vertrouwen in hun. Wat zeggen jullie? Ik zeg zeker ja, maar niet nu. En als Karo er is, dan beslissing voor hitters. Maar ga nu geen ton geven. In september geeft Omar opdracht €75.000 te betalen aan een derde partij. Als voorschot voor de tattoo. Een tekst waarin deze verwijzing wordt vermeld is te vinden in de berichten. Is voorschot. Als ze nakken is het niet veel. En staan ze ook op de lijst. Haha. Als ze serieus zijn krijgen ze veel meer werk. En er is veel meer werk voor ze. Er zijn veel kansen op werk voor de getatoeëerden. Vooral als ze goed zijn in wat ze doen. Ze iedereen nakken. Ze moeten niet aan ons gelinkt worden. Want iedereen vertrouwt ze. Anderzijds is de zogenaamde Jeroen duidelijk slechts een lager lid van de bende. Hij speelt vooral een rol van zender van boodschappen met de andere getatoeëerden. Volgens de politie is de opdracht om Itoes te liquideren door de tattoo-killers gegeven aan een inwoner van Hengelo, bijgenaamd Wolf. Ter herinnering, hij is een van de soldaten van de zelfbenoemde peetvader van Twente, Simo D. Simo D. is persoonlijk betrokken bij een woordenwisseling met de groep mannen die banden heeft met een prominent lid van Satudara in Enschede. En zijn doel is de club te verslaan. Hij had eerder vriendschappen gesloten met andere getatoeëerden, waardoor het logisch was een bondgenootschap te vormen tegen een gemeenschappelijke vijand. Itoes, die toen een invloedrijke positie nationaal binnen de club bekleedde. Een belangrijke getuige onthulde ook het bestaan van een missie om Itoes te elimineren. Dus zou de Wolf gedurende een week de mogelijke bewegingen van de laatste hebben bekeken, door zich te vermommen als schilder om niet gespot te worden en door een appartement in Amstelveen te betrekken. Omdat de leider van Satudara nooit verscheen, moest hij zijn missie beëindigen en naar huis terugkeren. Wat de groep tattoo-killers betreft, werden de verdenkingen uiteindelijk gericht op Cor P. Die werd beschouwd als een mogelijke leider die betrokken was bij de operatie, vanwege zijn duidelijke nabijheid tot Simo. Volgens de verklaring van zijn advocaat, verstrekt aan de crime site in 2022, had hij echter geen kennis van de bovengenoemde zaken. Benhoef zelf vertelde de rechtbank dat de getatoeëerde mensen die hij in detentie ontmoette alleen werden gebruikt om hem te helpen in de fraudezaak van zijn eigen groep, die hem €380.000 schuldig was. Hij ontkende ook enige betrokkenheid bij het liquidatieplan, wat niemand geloofde. Voordat gerechtigheid geschiet en de gecodeerde berichten worden onthuld, is het belangrijk om terug te gaan in de tijd. Benhoef, die sinds de liquidatie in Antwerpen een straf van 12 jaar uitzit, hoopt binnenkort voorwaardelijk vrij te komen, nadat hij 2/3 van zijn straf heeft uitgezeten. Hij kon echter niet langer wachten en probeerde daarom in oktober 2017 te ontsnappen. Daar wordt een groot team samengesteld onder leiding van Abdelghafoor, die speciaal een helikopterpiloot uit Colombia, Alvaro genaamd, meebrengt. Deze beslissing lijkt logisch, aangezien het plan is om een helikopter te kapen en Benhoef te bevrijden uit de gevangenis van Roermond. Alvaro wordt een bedrag van €100.000 beloofd, dat zal worden betaald zodra de gevangene wordt vrijgelaten. Abdelghafoor brengt ook zijn neef uit Frankrijk mee, Jawad Aros. Maar het team kwam in de problemen na verdachte helikopterhuur. Volgens de verkregen informatie probeerde een van de verdachten een helikopter te huren bij Helicenter in Lelystad, onder het voorwendsel dat hij met zijn vriendin een rondvlucht wilde maken, met een gepland vertrek vanaf heliplatform Henthuizen. De verdachte wilde een helikopter huren die plaatsbood aan 4 personen.
Dit verzoek werd echter verdacht gevonden door de medewerkers, die het vreemd vonden dat voor een romantische vlucht voor een stel zoveel stoelen nodig waren. De werknemers van het verhuurbedrijf waarschuwden autoriteiten en de autoriteiten besloten een frontale operatie op te zetten om te proberen te achterhalen wat er aan de hand was. Afgesproken werd op 11 oktober een rondvlucht te maken vanuit Budel met een tussenstop in Weert om op zoek te gaan naar de vermeende vriendin van de verdachte. De ontsnappingspoging van Bennehoef mislukt jammerlijk, want de verdachten worden opgemerkt door observatieteams voordat ze iets proberen. Diezelfde 11 oktober werden op verschillende plaatsen personen gesignaleerd die verdacht werden van plannen van ontsnapping. Bij de gevangenis van Bennehoef, vlakbij de startplaats in Budel en tenslotte in Weert, de geplande tussenstop. De onderzoekers ontdekten dat het plan van het commando was om de helikopter uit Budel te kapen, naar Weert te gaan om de andere leden van de groep op te halen en vervolgens boven de gevangenis actie te ondernemen. Wetshandhavers hebben onmiddellijk apparaat opgesteld om de verdachten te onderscheppen. Er vond de uitwisseling van berichten plaats tussen de twee teams. Iets rond 15:15 zijn we daar. Welke kleur is die vliegtuig? Helikopter? Ik denk blauw. Ik zie een blauw staan. MTV-model of zo? Nee, man. Maar je ziet sowieso, als we gaan landen, zie je sowieso dat we gaan landen. Snap je? Dan zie je gelijk ons. De man die in Budel aan boord van de helikopter wilde gaan, is gearresteerd. De helikopter steeg op met politieagenten aan boord en vloog naar Weert zonder te stoppen. Daar had de overname van de helikopter moeten plaatsvinden, uitgevoerd door de Colombiaanse piloot Alvaro. Maar de politie onderschepte hem en zijn teamgenoten. In de buurt van de gevangenis ontstond een wilde achtervolging, waarbij Jawad doorzeefd werd met kogels en later aan zijn verwonding overleed. Bij het doorzoeken van een van de vluchtauto's in Weert vonden de onderzoekers belangrijke voorwerpen, waaronder een touw en banden, die erop wijzen dat de verdachten van plan waren een band te laten zakken om Bennehoef uit de open ruimte van de gevangenis te hijsen. Bennehoef, die de ontsnapte zou zijn, ontkende zoals gewoonlijk elke kennis van plan. Ik heb niks strafbaars gedaan. Er werd echter een nauwkeurige en gedetailleerde kaart van de gevangenis gestuurd via een PGP-telefoon met alle relevante kenmerken voor de ontsnapping. En het papier waarop het plan was getekend werd gevonden in Bennehoef's cel. In ieder geval konden zij voorwaardelijke vrijlating vergeten. Tijdens een proces waarbij veel meer mensen betrokken waren dan eerder vermeld, beweerde Alvaro dat hij niet de vaardigheden had om deze helikopter te besturen. Hij zei dat hij tijdens zijn diensttijd bij de Colombiaanse luchtmacht alleen Amerikaanse of Russische types leerde vliegen. Onderzoekers vonden echter een handleiding voor het vliegen met dit type helikopter in een schuilplaats die hij in Amsterdam had gehuurd. Tijdens het verhoor zei Alvaro ook dat hij dacht dat hij iets deed als onderdeel van een film voor Netflix. Na de mislukte ontsnappingspoging werd Bennehoef overgebracht naar de extra beveiligde inrichting EBI in Vught. Het is mogelijk dat Bennehoef voorzag dat de beschuldiging in verband met de zaak 13 Marokkan hem vroeg of laat te pakken zouden krijgen. Ontsnapping uit een laag beveiligde gevangenis, zoals die van Roermond, was dus wellicht zijn enige mogelijkheid om in de maatschappij terug te keren. In 2022 werd hij effectief veroordeeld tot 12 jaar extra voor zijn rol in deze criminele organisatie.